Deze keer gaan we een panorama maken in de RAW-converter van Adobe. Dus nog niet eens in Photoshop. We blijven gewoon lekker in Camera RAW hangen. En hoe gaan we dat doen? Nou, dat ga ik doen met deze vijf foto's. Die heb ik gemaakt hier in het wandelpark. En met een speciale Panoramakop. Dat moet ik er wel even bij zeggen. Dat zorgt ervoor dat de camera netjes staat uitgelijnd. En dat eventuele fouten van het aan elkaar plakken worden voorkomen. Heb je die niet, dan zul je gewoon moeten experimenteren. We beginnen heel simpel door alle foto's te selecteren en ze te openen in Camera Raw. Vervolgens zie je hier de vijf foto's en je zou nu aanpassingen kunnen maken zoals je dat gewend bent. Let erop dat je dat wel bij alle foto's dan doet, want anders is bijvoorbeeld de linkerkant van je panorama, de eerste foto, uh, veel lichter dan de rechter foto. Dus uh, belangrijk dat je het wel gewoon gelijk houdt. Nou, ik selecteer alle foto's door op ctrl-a te drukken en van deze vijf foto's moet Photoshop dus aan de slag gaan. Ik klik hierboven op het witte vierkantje en merge to panorama en dat zal in het Nederlands zoiets zijn als samenvoegen tot panorama. Um, je hebt rechts bij de projectie heb je drie opties spherical, cylindrical en perspective. Uh, Sferisch, cylindrisch en perspectief. Sferisch en cilindrisch zijn ongeveer gelijk. Eh, voor de gein, ik klik op cilindrisch en je ziet wat er gebeurt. Hij wordt net een tikkeltje hoger. Ik vind hem op sferisch wel mooi staan. En dan heb je ook perspectief en dat is meer toegespitst op rechte lijnen die hij dan recht houdt en eh, meer voor architectuurfotografie geschikt, niet zozeer voor brede panoramas. Nou, wat valt er op aan dit panorama is dat er bij de randen wat ruimte over is. Hier is gewoon geen beeldinformatie van en Camera Raw laat dit open. Nou, heel simpel op te lossen door op Auto Krop te klikken. En hij snijdt gewoon keurig de foto bij. Eventueel kun je dat ook nog handmatig doen met de Boundary Warp. En dan kun je gewoon trekken en dan gaat hij hem zelf snijden. En 100 is natuurlijk volledig. Goed, nou, dit vind ik op zich wel prima. En ik klik op Merge. Of op Samenvoegen in het Nederlands. Um, camera Raw vraagt dan hoe ik hem op wil slaan. En ik vind gewoon. Panorama wandelpark Baalwijk en ik druk op OK. Nu gaat Photoshop aan het rekenen en je zult zien dat er in de Raw-converter een nieuw bestand bijkomt en dat is nou net mijn panorama wat ik zojuist uh, gecreëerd heb. Het opslaan dat gebeurde in een DNG-formaat en dat is het raw-formaat van Adobe zelf, dus dat is niet cameraafhankelijk. Je nieuwe foto zal in dat raw-formaat terechtkomen. Wat is het voordeel daarvan? Nou, het voordeel is dat het eigenlijk nog steeds gewoon geen echt plaatje is, maar nog steeds een soort van raw bestand. Je kunt er dus nog steeds allerlei aanpassingen in maken in de raw converter zonder dat je in je echte foto gaat klooien. Vervolgens kun je twee dingen doen. Je kunt op dan klikken of op klaar, dan gaat hij terug naar Bridge. En um, ja, dan moet je zelf maar uitzoeken wat je ermee gaat doen. Of je klikt op uh, Open Image en dan ga je ermee naar Photoshop. En ik klik gewoon even op Open Image en. Ik laat zien wat we ermee kunnen. En vervolgens zie je in Photoshop het nieuwe panorama. Goed, dit is dus een panorama van vijf foto's. En nu fotografeer ik met een Canon 5DS met 50 megapixels. En, mijn, uh, en ik merk in de praktijk dat het ongeveer bij. 12, 13 foto's wel ophoudt. Daarna kan Camera Raw of Photoshop kan het gewoon simpelweg niet meer aan. En moet ik naar andere specialistische software grijpen? Heb je een camera met minder megapixels, dan kun je waarschijnlijk meer foto's inladen. Maar goed, ik heb het uh, in dit voorbeeld ook even beperkt tot 5. Normaal gesproken heb ik dus 50 megapixels in één foto. En in dit geval heb ik 17.302 pixels breed en 7404 pixels hoog. En dat is ongeveer 120 megapixel. Dat is dus gewoon al uh, ruim het dubbele van wat ik normaal heb. Ga je dit afdrukken, dan zou je het, we gaan eens even spieken, in centimeters, dan zou je het op 146 centimeter breed af kunnen drukken. En is het nog steeds handscherp, zoals dat heet. Want als je bijvoorbeeld in gaat zoomen, dan zie je hoe gedetailleerd het kan. Nou, dit is 100% en dat is best aanzienlijk. Je kunt vervolgens in Photoshop allerlei dingen doen wat je wil. Je mag het helemaal zelf weten.